Goedemorgen, lieve vrienden. We gaan de tekst van de dag lezen, zoals Jozua 1 vermeldt in hoofdstuk 1, vers 5 en 6, dat we niet behoeven te vrezen op de weg naar de zegeningen van God. Het is de duivel die ons er altijd van af wil houden, maar de Heer God zegt heel nadrukkelijk, ik wil dat je die zegeningen in bezit gaat nemen. Ook vandaag, voor u. Hij zegt, niemand zal tegenover u stand houden, al de dagen van uw leven. Zoals ik met Mozes geweest ben, zal ik met u zijn. Ik zal u niet loslaten en niet verlaten. Wees sterk en moedig, want u zult dit volk, het land dat ik hun vader gezworen heb, hun als een erfbezit in bezit laten nemen. Lieve vrienden, 3 maal gaan we lezen in Jozua 1, wees sterk en moedig. En God staat achter zijn woord, ook vandaag. Dat is de boodschap voor vandaag. U zult in bezit gaan nemen wat hij gezworen heeft. Hij heeft het met een eed bekrachtigd in Hebreeën hoofdstuk 6. Daar lezen we nadrukkelijk. Hij heeft met een eed zijn beloftes bekrachtigd. Opdat u sterk zou zijn, krachtig zou zijn en moedig zou zijn. Iedere keer komt de boodschap over, wees sterk en moedig. Dit is de eerste keer. Zoals ook Efeze 6 vers 10 ons leert, dat wij krachtig en sterk moeten zijn, moedig moeten zijn in onze geestelijke strijd. En het woord van God zal u moedig maken. Het woord van God zal u niet zal elke ontmoediging uit uw weg nemen. Er zullen vele hindernissen zijn. Ook voor Jozua zouden er hindernissen zijn. Maar elke ontmoediging werd overwonnen door het woord van God. Als u leeft bij het woord, ook vandaag, dan zullen de ontmoedigingen overwonnen worden. En elke hindernis zult u kunnen overwinnen. Wees verzekerd dat een hindernis hoeft niet een obstakel te zijn wat u doet stoppen, maar een hindernis zal een opstap zijn om hoger op te komen en om in bezit te gaan nemen wat God aan u heeft beloofd. God heeft het beloofd en hij staat achter zijn woord. Niemand zal tegen u stand houden. Zo begint de tekst. Niemand, dat is dus een onbegrensde mogelijkheden in het koninkrijk van God voor u. Al de dagen van uw leven zal niemand kunnen stand houden. Ga u realiseren dat het woord van God waar is en dat het betrouwbaar is en dat het u sterk maakt en dat het u doet treden op de hoogte die God voor u heeft bestemd. Ik wens u een zeer gezegende dag toe en het woord van God dat het zal overwinnen in u en als het woord van God zal zegevieren over uw gedachten, dan bent u al een overwinnaar. God zegen je. In Jezus' naam. Amen.